Wat doe je nou? Om te beginnen, buurman, met alle respect, maar dit is echt bij elkaar op een hoop gegooid spulletje. Ik vind dit er niet uitzien. Om te beginnen zou ik het veel beter uit elkaar zetten. En ja, een oranje kleedje, het is leuk voor Koningsdag, maar je spulletjes komen er eigenlijk niet op uit. Eigenlijk zou daar een wit kleedje over moeten. Kijk, je hebt hoge spullen, je hebt lage spullen. En etaleren doet verkopen. Hè? Dan gaan we de kleine spulletjes, die gaan we aan de voorkant. Dan ga je van hoog naar laag. En wat ook belangrijk is, is dat je spullen een beetje uit elkaar zet. Kijk, als je dat dan zo doet met zo'n hartje. Kijk, dan zou je eigenlijk al haast verliefd worden om het te kopen zo. Speelgoed bij speelgoed, huishoudelijke artikelen bij huishoudelijke artikelen, tassen bij tassen. Wat vind je van mijn spulletjes op de rommel, Mart? Nou, ik vind het wel leuk hoor. Koek, koek. Kijk, dit lijstje, dat had je, daar zat toevallig geen foto in. Nou, daar heb ik even een foto in gedaan. Het is gelijk een heel ander lijstje geworden. Leg nooit alles in één keer op het kleedje. Nu is het lekker overzichtelijk. Maar het leuke ervan is, dan nou kan je elke keer weer wat uit je bak kan je erbij zetten. Laat ze niet alleen met het boek weggaan, maar probeer er ook een puzzel bij te verkopen. En als je dan ermee bezig bent, is het belangrijk de aandacht, de belangstelling en communiceren, het ABC. En als laatste, kun je natuurlijk ook altijd zeggen, we hebben een dobbelsteen. En gooi je nou bijvoorbeeld 3 met die dobbelsteen, dat ze bijvoorbeeld nog een klein dingetje cadeau krijgen. Dan neem je bijvoorbeeld een hoedje kan je opzetten. En vooral natuurlijk de bril, die doet het ook goed. Vind je hem leuk of niet? Ja, zeker. Ja? Zou het u €2,50 waard zijn? €2,50, kijk, dat is de eerste klant. Het is altijd belangrijk dat je de mensen ook altijd een hand geeft. Hé, hey, hartstikke bedankt, ja, bedankt hè. Dag. Alsjeblieft. Tot ziens. Doei.